Harold, Harold. Hallo, ben jij degene van de vraag met... ja, nou, dat is heel leuk. Vertel. Vertel, Harold. Waarom als je lieve Paul, ja. Waarom als je helium inademt dat je stem verandert? Waarom als je helium inademt je stem verandert? We gaan eerst een proefje doen, dan gaan we dat morgen beantwoorden. U heeft een ballonnetje allemaal in uw hand, daar zit helium, daar zit helium in. We gaan het zo meteen openmaken, dan moet je ademen en dan moeten we alleen op Droomland, moeten we met z'n allen zingen Droomland, Droomland. Dus zullen we even oefenen met z'n allen, even allemaal de ballon nog dicht houden. Dus even het dingetje afhalen, het knipje eraf halen. Oké, een demonstratie geven mensen. Je moet het knipje er zo afhalen, ik geef even een demonstratie. Knipje eraf halen. Hallo allemaal. En wij zingen gewoon door, dus je moet met z'n allen allemaal af. Als je hem allemaal af hebt gehaald, hebben we allemaal afgehaald. Ik zie heel veel mensen kloten. Die trekt het er gewoon van af. Die trekt het er gewoon van af. Gewoon van aftrekken, mensen. Heb je een? Het is namelijk een heel erg leuk experiment. We gaan er zo meteen. Daar zien we opeens Lies en Heidi van de speeltuinenvereniging die het ook niet voor elkaar krijgen. Heb het allemaal? Allemaal inhaleren, inhaleren. 1, 2, 3. Oké, dat gaan we zo in de Droomland doen met Nico en mijzelf. Droomland en mooi. Nee, we gaan even Droomland zingen. Kom maar, zet maar in, jongens. Hou vast en met Droomland inhaleren en dan zingen. Droomland, Nico, Paul en het Kika Smurfenkoor. En luister naar de stem van Nico. Daar gaan we. Heerlijk land van mijn dromen, ergens hier ver vandaan, waar ik zo graag wil komen. Daar waar geen leed kan bestaan. En dan gaan we met z'n allen. Daar vreden, ziekenheid kent geen pijn. Hallo mensen, daar wordt geen strijd gestreden. Daar waar geen DSP-banken zijn. Allemaal mensen, inhaleren! Droom!